Zo, zal ik deze vasthouden? Ja. Ja, ja oké. Okay. Hallo, ik ben Martin Koolhoff en ik nodig jou uit om. Uh, uh, hoe heet het ook weer? De Imagine Time Capsule te winnen. Daarvoor moet je even gaan naar het ImagineFilmFestival.nl. En dan moet je een filmpje maken tussen de 15 seconden en de 15 minuten. Uh, dat moet je inleveren voor 10 april. En als je dan wint, dan uh, wordt die film vertoond op het Imagine film Festival. Nou, dat is hartstikke leuk. Dan uh, kan allerlei uh, mensen gaan je film zien. Nou, hoe ga je dat doen? Je gaat bijvoorbeeld, wat je kan doen, is een film sweden. Dat weet je hopelijk wel wat dat is. Anders moet je dat maar op Google uh, zoeken of op, uh, op YouTube of zo. Uh, komt erop neer dat je uh, met hele goedkope middelen dan iets namaakt jat eigenlijk altijd goed uh, wat je ook kan doen is een soort grindhouse-achtige trailer uh, maken want oh dat was ik ook vergeten de thema is namelijk retro dus je moet wel uh, iets doen dat of lijkt op een oude film of uh, wat uh, gaat over oude film of over sowieso iets ouds uh, of je verzint iets anders kan mij niet schelen kan mij niet schelen als het maar iets Retro-achtigs heeft. Voor uh, 10 april moet het binnen zijn. Uh, je kan dus ook zo'n grindhouse trailer maken. Uh, moet je maar even kijken op die, uh, op die, uh, op die DVD's van, uh, van Tarantino en uh, Rodriguez. Hoe dat, uh, hoe dat er ongeveer uitziet. Uh, je kan ook gewoon een filmpje maken. Uh, gewoon een verhaal. Iets wat met retro te maken heeft. Maar het moet natuurlijk wel een beetje met de fantastische film te maken hebben. Hou er rekening mee. En wat is er nog meer? Uh, ja, het laatste. Natuurlijk. Uh, tenminste, dat is de tip van mij. Uh, de meeste filmmakers vind ik. Ook al maken ze korte films, vind ik dat ze allemaal te lang duren. Hou het kort, snij het kort, zorg dat het niet saai is. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De belangrijkste tip: de meeste jonge filmmakers die. Uh, uh, die uh, dat gaat gewoon te langzaam, vind ik. Dus hou het kort. Veel plezier. Dag.